Nou, in de anime heb je zo'n water-Pokémon van Ash. En die durft niet onder water te kijken. Ah, ja. Oshawott. Ja. Dat is zulke bullshit. Maar Oshawott is ook zo'n kut Pokémon. Ik snap niet dat mensen, dat mensen Oshawott cool vinden. Net als Piplup. Ik koos Oshawott altijd in zijn... Piplup haat hier ook? Okay, nee. Ik vind Piplup wel leuk, maar Primplup en Empoleon vind ik echt lelijk. Primplup ook nog wel leuk. Alleen Empoleon ligt mij niet helemaal. Even Primplup dan zoveel potentie en dan is het zo van... Maar het had al gewoon vet geweest als Empoleon, zeg maar, die Neptunus staf in zijn hand had in plaats van in zijn gezicht. Ja, misschien de drietand. Ja. Ja, maar daardoor kan hij wel drillpack. Ja, daar heb ik niks mee te maken. Ik vind het heel cool. Oh, oeh, en veel IV's. Shiny Snorunt. Heeft die ook een meisje? Dat weet ik toch nog niet. Heeft die ook zo'n gleuf? Of heeft die een uitsteeksel? Dat doe jij gewoon voor de highlight, hè, Sander. Daarom doe je dat. En dit is een jongen. Ik bedoel... Maar Glalie is ook vet. Die kan je zo meteen bij mij checken, Sander. Glalie is wel... Ik vind Glalie ook wel een vette Pokémon. Maar ik vind... Frost is wel vetter. Maar Glalie is ook vet. Weet je welke Pokémon ik denk ook nooit vet gevonden had als het niet voor de anime was? Nou? Bayleaf. Bayleaf? Ja, maar iedereen heeft een haat op Chikorita. Nee, ho. Chikorita is gewoon zo cutie. Niet haat op Chikorita, nee, gast. Ik vind Chikorita ook echt een vette Pokémon. Ik heb geen haat voor Chikorita. Oh, zeg. Oké. Sander, rustig. Oké. Nee, ja, ik ben alweer...